De Gouden Eeuw is in de kunstgeschiedenis de periode van de Hollandse meesters. Haarlem had zijn Frans Hals, Delft zijn Johannes Vermeer en Amsterdam en Leiden streden om Rembrandt. En Rotterdam? Rotterdam had zijn Adriaan van der Werf. In zijn eigen tijd wereldberoemd en volgens een tijdgenoot een van de grootste kunstenaren van Nederland. En tegenwoordig? Vermeer en Rembrandt hangen in de grote musea in de wereld als topstukken. En Van der Werf? Van der Werf is verdreven naar de kelders van de grote musea. Dit is Rotterdammers van Formaat. Deze voorstelling is typerend voor het werk van de schilder Adriaan van der Werf. We zien hier een allegorie op de liefdadigheid. Een abstract begrip wordt door een persoon verbeeld. In dit geval barmhartigheid, in de vorm van een vrouwenfiguur die door een andere vrouw, de godvruchtigheid, wordt bekranst. Zulke voorstellingen, allegorieën, maar ook verhalen uit de Bijbel en de mythologie waren zeer populair in het klassicisme. En Adriaan van der Werf was veruit de belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming in Nederland. Een grootheid dus. Totdat ineens de kunstgeleerden anders besloten. Meneer, kent u deze schilder? Ken ik deze schilder? Ja. Ik bedoel de schilder van deze schilderijen? Ja, dit zelfportret. Ah, dat is dezelfde van de schilder. Nee, dat... Zelfportret? Nee, ja, nee. Beroemde schilder? Nee. Als ik zeg Adriaan van der Werf, zegt u dat dan wat? Nee, zeg me helemaal niks. Nee? Nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Nee. Adriaan van der Werf. Ach zo. Nee. Nooit van gehoord? Nee. Ik wel hoor, maar... Ja? Vraag. Ja? Nou ja, Gouden Eeuw, iets achtigs. Daar zal ik het wel bij gelezen hebben, ja. Adriaan van der Werf, klassicistisch kunstschilder en architect. Zijn stijl, koel en gepolijst. Zijn techniek, tot in de fijnste details, perfect. Hij werd op 21 januari 1659 geboren in het ambacht Kralingen, op een steenworp afstand van Rotterdam. Vader van der Werf wilde dat zijn zoon hem als molenaar zou opvolgen. Zijn moeder voorzag een toekomst als predikant. Maar de jongen van der Werf had maar één droom. Hij wilde kunstschilder worden. Een winterlandschap met bomen. En dan op het ijs komen allemaal schaatsertjes in fleurige kleuren. Op 12-jarige leeftijd ging Adriaan in de leer bij de toen bekende Rotterdamse meester Eglon Hendrik van der Neer. Deze man schilderde portretten en gezelschapstukken en stond bekend om zijn fijne, minutieuze afwerking. Maar al snel evenaarde de lering de meester als fijnschilder en liet Van der Neer hem de kleding en stoffen in zijn werken schilderen. Met deze opdrachten verfijnde Van der Werf zijn techniek, die hem later zo beroemd zou maken, zegt Liesbeth van der Zeeuw als kunsthistoricus verbonden aan het Historisch Museum Rotterdam. Adriaan van der Werf ontwikkelde zich inderdaad tot een hele goede fijnschilder. En dat is heel bijzonder, want het vereist een hele speciale techniek, dat fijnschilderen. Je moet je voorstellen dat een fijnschilder die mengt en die wrijft zijn verf op het schildersoppervlak, op een paneel. En dat doet hij heel lang, waardoor hij heel goed en heel realistisch details en licht en schaduw kan vastleggen. En het oppervlak is heel glad. Veel gladder dan bij schilders die meer met verf toetsen
werken en niet door blijven mengen, waardoor je van een afstand lijkt alsof het realistisch is, maar als je dichtbij staat dan zie je, dan blijf je de verftoetsen zien. Op 17-jarige leeftijd vond Adriaan dat hij genoeg had geleerd, verliet het atelier van zijn leermeester en vestigde zich als zelfstandige in Rotterdam in afwachting van zijn eerste echte eigen opdrachten. En die kwamen snel en in grote getalen. Uiteraard schilderde hij net als iedereen veel portretten in opdracht. Maar hij was ook uiterst bedreven in het zogenoemde genre-stukje. Zoals dit vroege werk van hem met een waarschuwing als wijze les. We zien hier een slapend naaistertje dat wordt belaagd door een man. Ergo, dat komt ervan als je lui bent. En om dit soort voorstellingen staat de 17e-eeuwse Hollandse schilderkunst zo bekend. Net als om de landschappen en stillevens. Maar zijn Hollandse genre-stukjes waren nu net niet de werken die hem zijn internationale faam zouden bezorgen. Nee, dat waren juist schilderijen met de grote thema's. Dit keerpunt in de loopbaan van Van der Werf zien we voor het eerst in het schilderij dat, hoe toepasselijk, de naam De Vaam draagt. Dit schilderij, nog niet zo lang geleden ontdekt, wordt toegeschreven aan Adriaan van der Werf en beschouwen tegenwoordig als het eerste echte klassicistische werk van deze schilder. Wat zien we hier? We zien hier een gevleugelde dame met in haar linkerhand een lauwerkrans en in haar rechterhand een bazuin. Zij is de personificatie van de faam. Nou, De Faam is inderdaad een sleutelstuk uit het oeuvre van Van der Werf, wat hij in 1692 schilderde. Vanaf die tijd wilde hij alleen maar onderwerpen schilderen die bij het klassicisme passen. En dat zijn onderwerpen uit de Bijbel, klassieke oudheid, mythologie, allegorieën en historische stukken. Nou, en dat kwam doordat hij in Amsterdam had hij schilderingen gezien van Gerard Leres, een echte klassicistische schilder. En toen hij dat zag, was hij zo onder de indruk dat hij alleen maar dat nog wilde doen. Dus geen genre stukjes meer, en dat alles in zijn echte, fijn schilderstijl. En daarmee voldeed Adriaan van der Werf van de tijdgeest. Hij volgde gewoon de mode. Op het Hollands realisme was men wel zo'n beetje uitgekeken. Die stillevens en die landschappen, die hadden niet iets verhevens. En zelfs het gewone volk was het gaan waarderen. Nee, voor de echte kunstliefhebber was er nu het klassicisme. En Adriaan van der Werf werd heer en meester in deze stroming. Er werd een schoonheidsideaal gepropageerd, wat je kon bereiken door het nastreven, het naleven van allerlei regels. Regels die te maken hebben met de lichtval, compositie, uitbeelding van het menselijk lichaam of van het verhaal. En dat betekent dan wel dat je een heel idealistische voorstelling krijgt en niet realistisch. De klassicistische werken van Van der Werf vonden gretig aftrek in Nederland. En in 1696 brak hij ook internationaal door. Want in dat jaar bracht Johan Willem van der Balts, een Duitse keurvorst uit Düsseldorf, een bezoek aan Nederland. In Amsterdam zag hij bij toeval een schilderij van Van der Werf dat hem zo beviel dat hij het direct kocht. Maar de keurvorst reisde ook meteen door naar Rotterdam om onze Adriaan te ontmoeten. En hij raakte zo onder de indruk van zijn werk dat hij hem overladen met kostbare geschenken en vooral veel opdrachten. Nog geen jaar later trad Van der Werf in dienst bij zijn nieuwe beschermheer als hofschilder. Van der Werf die werkte in het begin 6 maanden per jaar voor de keurvorst en daarna 9 maanden per jaar. En een van zijn grootste opdrachten is geweest de 15 mysterie van de Rozenkrans, waarin hij de 15 blijde, droevige en glorievolle gebeurtenissen uit het leven van Maria heeft verbeeld, waarin ook Christus te zien is.
En het is een absoluut hoogtepunt uit het oeuvre van Van der Werf, want hij manifesteert zich daar echt als een groot klassicist schilder. Van der Werf werd door zijn werk voor de keurvorst wereldberoemd. Zijn schilderijen waren nu gewild in heel Europa. Zijn internationale roem maakte van hem nu de bekendste Rotterdammer van die tijd. En welgestelde stadsbewoners, die het zich konden veroorloven, riepen zijn hulp in om hun huizen te verfraaien. Want hij hield zich af en toe ook met architectuur bezig. Het bombardement van mei 1940 heeft alles van bouwmeester Adriaan van der Werf verwoest. Tot die tijd waren een paar van de hoogstandjes van deze amateur-architect in Rotterdam te bewonderen. Hier aan het Haringvliet staan nog enkele panden die in de 18e eeuw zijn verfraaid en waarvan men zegt dat men zich heeft laten inspireren door de ontwerpen van Van der Werf. Bekend van Van der Werf zijn twee herenhuizen die iets verderop stonden. Hij was verantwoordelijk voor de gevelontwerpen. Daarnaast ontwierp hij een huis aan de Boompjes dat later dienst deed als het hoofdkantoor van de Rotterdamse Bankvereniging. De in 1721 ontworpen koopmansbeurs bezorgde hem de meeste bouwkundige roem. De prefect van het Vaticaan, Gampari, prees in 1762 het innerlijk en uiterlijk van de Rotterdamse beurs, die hij zelfs statiger vond dan die van Amsterdam. Maar ondertussen schilderde Adriaan het grootste deel van het jaar dus voor Johan Willem van der Palts. Dat werk hing allemaal bijeen in één van de zalen in de galerie van de Keurvorst in Düsseldorf, samen met werk van andere schilders, onder wie Rembrandt. Het was een hele bijzondere galerie, er was één zaal waarin onder andere de passieserie van Rembrandt boven dat van de 15 mysterie van de Rozenkrans van de Werf hing. En dat is natuurlijk heel contrasterend, is dat Rembrandt met niets verbloemend of verhullend werk, een Christus als een mens van vlees en bloed, waarin je het lijden echt zag. En dan het werk van Van der Werf, de Maria-serie waarin je ook Christus ziet aan het kruis, maar alsof het gewoon een gepolijst, een sculptuur is. En dat irriteerde, of daar ergerden sommige bezoekers zich aan dat contrast. Maar er werd ook wel opgemerkt dat juist dat contrast zorgde ervoor dat je beter zag dat Rembrandt voor het oog schilderde en Van der Werf voor geest en hart. Ja, voor geest en hart. Zijn schilderijen moesten iets bij de kijker teweeg brengen. Zijn afbeeldingen van Bijbelse verhalen moesten een waar religieus gevoel oproepen. En zijn mythologische taferelen moesten je aan het denken zetten. Hier, in Museum Boijmans van Beuningen, hebben ze één van zijn topwerken. Diana in Callisto. We zien hier rechts Diana die zojuist heeft ontdekt dat Callisto, een van haar nimfen, zwanger is. Daarmee heeft de nimf het gebod op de maagdelijkheid overtreden. Maar ze kan er niets aan doen, want ze is verkracht door Zeus. Niettemin wordt ze verdreven en in een beer veranderd die later gejaagd kan worden. Het is natuurlijk een mythologische voorstelling, maar vooral bedoeld voor leden van de elite om over na te denken en over te discussiëren. Want als je daartoe behoorde, dan kende je gewoon dit verhaal. In 1716 overleed de keurvorst van Düsseldorf en kon Van der Werf als hofschilder vertrekken. Ook hij was inmiddels op leeftijd, maar bleef schilderen, zij het alleen nog in de ochtenduren in zijn atelier in Rotterdam. De Rotterdamse meester overleed op 12 november 1722. Bij zijn leven had Adriaan van der Werf veel roem genoten en ook na zijn dood bleef de waardering voor zijn werk lange tijd groot. Maar halverwege de 19e eeuw veranderde dat plotseling, omdat de kunstpauzen toen hadden besloten dat alleen nog het Hollands realisme de moeite waard was.
En het gepolijste werk van Adriaan van der Werf behoorde opeens tot de vervalperiode in de Nederlandse kunst. En zo raakte hij in diskrediet en uiteindelijk ook in de vergetelheid. Nou, in de eerste plaats moet je realiseren dat klassicisme nooit echt populair is geweest in Nederland. En in de tweede plaats werd klassicisme toen, in de 19e eeuw, gezien als import, als een modeverschijnsel. En Nederland als jonge natie, die wilde iets van zichzelf, gewoon iets Hollands. En dat was toch de Hollandse 17e eeuwse realistische schilders. En dat waren toch Jan Steen, Vermeer, Rembrandt. En daarbij viel Van der Werf met zijn klassicistische stijl af. Eerst geroemd, daarna verguisd en vergeten. Hoewel elk topmuseum in de wereld wel een Van der Werf in huis heeft, is zijn werk vrijwel nergens meer zichtbaar voor het publiek en hangen al zijn schilderijen in het depot. Anders zo chauvinistisch zijn, laat wij Rotterdammers het wat betreft Adriaan van der Werf behoorlijk afweten. In 1973 is voor de laatste keer in deze stad een overzichtstentoonstelling aan hem gewijd. En wat mij betreft is het tijd voor een herhaling. Want hoe je het ook wendt of keert, Adriaan van der Werf is en blijft een van de grote Hollandse meesters. Hij zette onze stad aan het eind van de middeleeuwen definitief op de kaart als één groot, schrikaanjagend rovershol. Jonker Frans van Brederode, volgende week in Rotterdammers van Formaat.